Voici Alex, les petites madeleines bien chaudes. Impeccable, hein? Il faisait froid hein, ce matin. C'est le début de l'hiver. Les gens recherchent du réconfort, hein? c'est le moment. Hein? Ils ont envie de bon chocolat chaud Calbo. Et moi, j'avais envie de voir un petit peu tu vois, la vision de différents chefs. On va aller chez différents chefs et on a rendez-vous avec Peter Hernoux. Je ne sais pas si tu connais. Vaguement. C'est un champion du monde du latte art et il va nous montrer sa façon du perfect hot chocolate. On a préparé quelques belles petites miniardises hein, qui vont bien être combinées avec ces différents chocolats chauds qu'il va nous présenter. Hop, impeccable. On prend aussi les madeleines ici. Impeccable. On y va? On est parti. Allez, je te suis. En route pour Anvers. Dag Peter. Dag chef. Alles goed? Alles prima, jawel. Ik stel je voor mijn collega Patrick. Dag Peter. Dag Patrick. Aangenaam. Wij zijn dus op zoek naar de perfect hot chocolate. Ja. Ik heb Alexandre daar juist gesprekken gehad en die vertelde mij dat jij wereldkampioen was. Ja, klopt. Ik ben wereldkampioen latte art. Nog een hele reeks andere titels. En dat houdt in dat ik met koffie en melk werk. En natuurlijk verwachten de gasten toch ook wel een breder aanbod. En met de melk heb ik gekozen ook om te werken samen met Callebaut, de legendarische chocolates. Ik heb de mystery box. Ja. Dus zoals we zien we hier de iconische Callebaut chocolades. He, we hebben de donkere, de melk, de witte, karamel, honing en cappuccino. Ja. En de klassieke manier is gewoon opgestoomde melk en dan de mensen serveren. Zij mogen hun sachetje er zelf in kloppen en doorroeren. Maar er zijn ook een hele reeks andere bereidingen die je hierbij kan maken. En graag zou ik er een aantal van aan jullie laten zien hoe ik daarmee om kan. Dus laten we starten met de klassieke. Ja. Ja. Wat denkt Alexander? Ja. Dan beginnen we mee. Perfect. We gaan starten met de klassieke bereiding. De klassieke bereiding is melk opstomen, de juiste temperatuur klaarmaken. Keuze maken en de rest is up to you. Dus. Okay. En om te proeven natuurlijk, maar ook altijd. Dank u. Dat is het tofste. Koude melk. Koude melk omdat ik net iets meer tijd heb om die op te stomen, dan gaat die ook net iets lekkerder zijn. En dat draagt bij, dat komt door die chocolade zelfs nog bovenop. Dat maakt het verschil tussen warme chocolade en een heerlijke Belgium Finest top chocolade. Okay. Dus doseer ongeveer half. De andere is gaat schuim zijn, want die schuim geeft extra dimensie. Het geluid dat je nu hoorde was het inblazen van de lucht. Door de lucht goed te mengen, krijg je een heel mooie structuur. Hoe beter dat dit gebeurt, hoe lekkerder dat zal zijn. Ondertussen check ik alleen temperatuur. Ik heb onderaan gevoeld. En temperatuur is een belangrijk element. Properheid ook natuurlijk, dus even afpoetsen voordat ik verder ga. Zo, je ziet dat hij cremig is, dat hij lobbig is. En die schuim die gaan we proberen niet eens mee te schenken, dus ik wals hem. Dan ga ik vlotjes doorschenken, dan krijg ik al die schuim mee. Is er plaats voor chocolade? Wel, nu is er heel weinig plaats. Dus als je maar direct zou winken, dan gaat hij erover lopen. Maar als je die textuur wil hebben van die schuim ook, laat hij heel eventjes rusten. Maar ik kan ertussen nu keuze. Donker. Ze smaken allemaal, maar van, we beginnen misschien met de buren. Het klinkt weer lekker, dan gaan we ze allemaal doen. Maar mag hem er niet bij? Je mag er niet bij. Kijk, wat je voorstellen. Mooie schuim, mooie textuur. En echt chocolade smaak. Temperatuur is iets dat je zelf kan beslissen natuurlijk. Je hebt mensen die zeggen, ik moet hem echt heet hebben. Dan stroom je 2, 3, 4 seconden langer en dan heb je hem echt wel heet.
Je wijziging is 70, 72 graden. Okay. Omdat je daar nog de maximum smaak gaat toevoegen. Dus dat je daarboven gaat, ga je de smaak lichtjes gaan afbreken. Ga bitterder worden, ga minder smeuig worden. En dat is keurig blijven. Ja. Ja. Super Peter, een mooie ervaring al. Alleszins, ik moet op hem vertrouwen ook, want even geproefd. Ja. De mensen die geen melk lusten of willen drinken, of een klein shot willen hebben met toch veel chocoladesmaak en koffiesmaak, is een heel gemakkelijke. Super gemakkelijk. Je presenteert een van de vele smaken. Mm-hmm. Daarbij serveer je een dubbel espresso. Echt een opkikkertje. Dat zal goed voor mij zijn, want ik heb het echt nodig. Dus dat is gewoon die dubbele espresso? Ja, de dubbele espresso gebruiken. Dat mag een beetje natuurlijk tegengewicht geven, want we gaan een volledig sachetje bij. Dus je mag zeker vast voldoende koffie hebben om die balans te hebben. Dat is super gemakkelijk. Een lekkere koffie maken en dan je keuze van smaak. Zo is die bij te brengen. Hier zijn ook wel een aantal dingen belangrijk. En we werken altijd heel proper, zoals in je keuken, proper potten en pannen. En nog veel belangrijker, vers gemalen koffie. Altijd vers gemalen koffie. Alle minuut, alle seconde. Ja. Koffie wordt ook mooi aangezet. En dat is om veel meer smaak eruit te halen. Als je dat goed doet, dan haal je echt alle smaak uit de koffie uit. Ja. Als die erin gaat, zetten we die ook direct aan. En dan de koffie opvangen. Dat direct aanzetten is om ook weer de smaak van de koffie niet te gaan, bij een manier van spreken, aanbranden. Als je die erin steekt en je zal die aanzetten, dan gaat die aanbranden. Ah ja. En zo'n mooie koffie, die krijg je als je dat allemaal respecteert. Goeie koffie, vers gemalen koffie en direct gezet. Een dubbele espresso. Mm. En dan een keuze. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ja, honing. Ik ga voor de honing gaan. Ja. Dat je ziet dat die verdwijnt. Als de koffie dat er ook minder is, dan gaat die crema weggaan, maar dat ligt wel aan de kwaliteit van de koffie. Patrick. En koffie en chocolade. Dat past prima bij je. Energy booster. Ja. Dat was nu een koffie boost. Koffie chocolade. Maar ook heel lekker is gewoon melk en chocolade. Mm-hmm. En een boost met pili pili. Woehoe. Ja, heel weinig van gebruiken, dan gaat er goed door komen. Super, ik kan niet wachten. Om de pili pili snel en gemakkelijk te bereiden, zijn er twee manieren. Je maakt de melk klaar, schenk die uit. Of je maakt de melk klaar met de pili in de melk. Nu, afhankelijk hoe straf dat is, moet je doseren. Je ziet, zeer weinig en dat gaat al aardig een boost geven. Dus ik doseer altijd eerst, dan heb ik controle over de dosage. Well, tegen die pili pili mocht je wel iets zoet hebben. Ja. Nu is die ook mooi mee opgestomd. In die schuim ga je ook die pili pili terugvinden. Ja, dus de beleving visueel is er, maar ook in smaak ga je die helemaal terug gaan vinden. Ja. Dus die gaan een beetje door, maar de smaak zit mee in die schuim. Je ziet dat ook lichtjes gekleurd. Wel. Dus weinig pili pili, veel smaak. Ja. Alexander? Oké. Indrukwekkend vinden dat dat schuim. Ja. Je mag blijven roeren. Ja. Het gaat niet hoor. Je hebt wel de neiging en de indruk dat het gaat overlopen, maar het blijft mooi. Wel, als het mooi opgeschuimd is, dan zijn die belletjes microbelletjes. Ja. En die hechten enorm aan elkaar. Ja. Daardoor komt dat. Dus het mooi opschuimen is echt wel een groot onderdeel van de belevenis. Pili pili, Alexandre. Ja, dus ook een boost, maar dan zonder de koffie. En de smaak van pili komt? Die komt erdoor, ja. Ja. Afhankelijk hoe je doseert natuurlijk.
Ja? Straf. Ja. Dus je moet echt wel opletten. Heel, heel weinig nodig. Ja, ja, ja. Wat dat heerlijk is, is ja. De smeugheid van het schuim. Dat blijft in je mond draaien. Dan die pinipini die langzaamaan komt. Ja. Hier werk je met contrasten natuurlijk. Het gaat in lagen bijna. Het komt één na één. En het heeft een totaal andere belevenis dan de drank. Het is ook wel interessant, aangezien het koude weer. Het warmt toch de body een beetje op. Dus deze warmt het misschien al op. Maar de volgende, dat is het summum van alles bij je. Oké. Koffie, melk, alcohol en natuurlijk chocolade. En een beetje pili-pili. Maar anders gebruikt. Wauw. Alles samen. Gaan we voor? Daar gaan we zeker voor. De topper der toppers. Alles bij elkaar. De pili-pili gaan we deze keer niet opstomen in de melk. Die ga ik mee klaarmaken in de koffie. Maar de koffie gaat pas op plaats volgen. Eerst gaan we de doseringen allemaal klaarmaken. Dus voor de drank zelf mag je kiezen natuurlijk hoe straf je erin wil gaan. Dat is een whisky. Dat is een whisky, maar van 60%. Dat flambeert eens zo mooi. En die mag ook al in het glas. Die was wit opwarmen en dan even flamberen terwijl ik die blus. Om te blussen heb ik natuurlijk melk nodig. Mm-hmm. Terwijl ik daarna dan de koffie aan het maken ben, kan je gerust al je chocolade kiezen die er al bij in doen. Dan ga ik de koffie erbij doen en dan mag je alles gaan mengen. Dan ga je zien hoe mooi dat die drank is. Om te starten ga ik nu eerst de melk opstomen. Dus de melk is klaar. Dan ga ik de whisky verwarmen, de whisky aansteken en direct blussen met de melk ook. Dus voorzichtig. Klaar, melk is klaar, whisky is klaar, chocolade ligt te wachten. Even. Oeh. Wow. Ja, nu, die mag ik niet te lang laten branden, want dan schiet er niks meer over, dus ik ga die direct blussen. Wauw. En de melk. Kijk, verbrand. Ja, het blijft zo nog wat doorgaan, dat is die alcohol die mee langs de zijkant naar boven komt. Hè. Dus nu is die geblust, ondertussen kan ik rustig de koffie gaan maken. Maar nu voor toch de pili-pili smaak erin te hebben, gaan we deze keer de pili-pili hierin doseren. Zojuist hebben we die heel licht gedoseerd gehad. Nu gaan we bijna nog lichter gaan. Mocht je geen pili-pili trouwens hebben, cayennepoeder, cayennepeper, kan je er ook voor gebruiken. Roeren we die op of wachten we op de koffie? Je mag kiezen zelf. Ik zou wachten op de koffie. Oké. Goed, daar is de drank, daar zit de koffie. Hier zit nu de pili-pili mee in, waardoor dat die smaak er gaat doorkomen in de drank. Wauw. Verschillende lagen. Ja. Zo. Dus voorzichtig roeren. Voorzichtig. En genieten. Ja. Dat wordt een echte verwenning ook. Hè. Dat is niet meer zomaar ik ga een drankje drinken, ik ga echt genieten van dat. Dat is een topper, de toppers, 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 van toppers, toppers. Van toppers. Van toppers. Amai, echt een heel toffe beleving. Ja, heel veel smaak. Hè. En dankzij die pili-pili en die whisky, geeft het nog meer warmte in de body. Hè. Ja. Ja, dat is een absolute topper, zeker in de winter dan natuurlijk. Maar voor zij die blussen, dat kan heel het jaar door. Proeft alles, hè? Chocolade, whisky. Ja. Je moet het uitbalanceren. Ja. Je moet het uitbalanceren. Wel, Peter, jij hebt ons nu echt verrast met je creaties van vandaag. Dus van de gewone helemaal opgebouwd, maar we hebben ook een verrassing voor u mee. Dus wij hebben een aantal minardiezen gemaakt die perfect erbij passen. Mooi. En ik stel voor. Komt heel wat mooier. Ja, proef, Peter. Goed, ja.
Ik hou wel best van smaken met deze drank, als ik mag. Ja. Die zaadjes die spreken mij wel best aan. Venkel, ja inderdaad, financieel met venkel. En geconfiteerd in als appel en een beetje chocolade. Komt er mooi door, proef? Ja, ik ga het samen proeven. Ja. Dankjewel. Samen? Wauw. Mondvol smaken. Okay. Echt inderdaad. Een topper. Geef ik zo met een high five. Was dankjewel heel leuk. Voor die een dag, jongen. Heel veel plezier. Dank voor de dag. Het was heel interessant. Dank jullie voor de creaties. Hè. De mooie dingen samen. Toppers mee. Super. Dank jullie.